FC Eindhoven maakt zich op voor het nieuwe seizoen. De ploeg werd dit voorjaar derde in de na-competitie. De club wil dat succes graag evenaren, maar dat zal nog een hele klus worden. Je hebt andere jongens. De doelstelling blijft hetzelfde. Je wil bij de eerste acht komen. Alleen ik vind wel dat je moet kijken van wat is het allerbelangrijkste. En dat is dat de jongens en ook de trainers zichzelf ontwikkelen. Dan krijg je denk ik ook het beste mogelijke resultaat. Ja, ik denk dat het moeilijk zijn. Er moet ook realistisch zijn. Er zijn veel nieuwe spelers. Dus dat vraagt aanpassing. Vorig jaar was een heel mooi jaar. Top 3 gespeeld. Eén seizoen in top 5. Dus ik zeg, we moeten match voor match bekijken. Dat is het belangrijkste voor ons zijn. Na een succesvol seizoen vertrokken afgelopen maanden veel belangrijke spelers. Zo is doelman Swinkels naar PSV en middenvelder Van Son naar Sparta. En ook andere ervaren krachten als Theo Lucius en Leon Kantelberg zijn vertrokken. Nou, we hebben een hele jonge selectie. Maar dat wil niet altijd alles zeggen. Want op het moment dat er een oudere speler wegvalt, dan komt die plaats wordt toch ingenomen door een jonger iemand. En die kan zijn eigen onk ontwikkelen. En die kan zelfs beter worden als hetgene wat we hebben laten gaan. Alleen jong talent, ja, dat gaat het beste samen met wat oudere spelers. Dus de combinatie, die moet je proberen te waarborgen. Er zijn veel spelers in vertrokken die heel veel ervaring had in de ploeg. Ik denk moest nog zo misschien beter één of twee bijkomen die meer ervaring zou kunnen brengen in de ploeg. Nou ja, het enige wat we graag er nog bij willen hebben is ervaring. En dat is moeilijk te verkrijgen. Dus het is ook een beetje van wat blijft er bij deze groep en wat gaat er nog weg, wat komt er nog bij. En daar zijn we nog mee bezig. En dat weet je pas op het moment dat de competitie aan de gang is. FC Eindhoven zit nu midden in de oefencampagne voor het nieuwe seizoen. 3 duels zitten in de benen en er zijn er nog 4 voor de boeg. Zaterdag staat de oefenpot tegen Heerenveen op het programma. En 4 dagen later is de Lichtstad Derby tegen PSV. 10 augustus begint de competitie. Thuis tegen MVV.